Rammelsport won vlak voor de winterstop een wedstrijd tegen Den Bosch. Terwijl ook vlak voor de winterstop VVV dus te winnen bij Eindhoven. Kaars is weg. Kaars met de kans. In de openingsfase, tweede minuut. Maar Kitting zorgt ervoor dat de bal over het doel gaat en niet erin. Helmond Sport een metamorfose ondergaan in de winterbreek. Streppel, de nieuwe technisch directeur. En Bob Peters, de nieuwe trainer. Venema in de basis bij VVV. Dat heeft te maken met de blessure voor Sven Braken opgelopen in een oefenwedstrijd tegen MVV. Venema, goede paas daar. Maar dan is de voorzet er niet van Sedlacek. Die eerder deze week zijn contract verlengde bij VVV Venlo. Oudspeler van Jong AZ. En VVV op jacht naar meer. Op jacht naar de zege. Want die ploeg wil boven in de competitie mee blijven doen. Haverkotte met de organisatie. Weggekopt dan. Goed weggekopt door Van den Einde. Venema. Die is ver. Venema. Venema. VVV op voorsprong. Maar wat een foute spit van Mike Haverkotte, de doelman van Helmond Sport. Beoordeelt die bal helemaal verkeerd. Het levert VVV de 1-0 stand op. Wat ook de ruststand was in de tweede helft dan. Weer zoeken naar Kaars. Kaars met de poging, maar in de handen van Van der Gouw. De gevaarlijkste aanvaller van Helmond Sport. Daar weer onderweg. Kaars, maar van de bal afgelopen door Jansen. De overname dan van de invaller Lorenzen. De Noor. Met dan balbezit voor de Jong. De Jong legt terug. En dan de Boer op tijd terug. En voorkomt daar de poging die erin had gezeten voor Helmond Sport. VVV dan. Met de actie van Johansson. Meegeven Venema. Nog een keer Venema. Nee, Van Vlerken kan wegwerken. En daarvoor raakte Venema doelman Haverkotte. En zo zit Helmond Sport dus nog altijd in de wedstrijd. Meddy met de voorzet. Meddy. Hakon Lorenzen. Die had hem gewoon op zijn schoen liggen, ziet ook Peters. Maar de bal gaat er niet in. Het is wel zo dat Helmond Sport dus kansjes krijgt. Eros Maddy was de man van de voorzet. Kon niet een hele wedstrijd. Moest het doen met een invalbeurt. Van Keilegom. Van Keilegom met Sedlacek. Dan weer op het middenveld. Lyon, de voorzet. Van Vlerken. Van Vlerken. Langs allerlei gele sokken. Maar hij vliegt wel binnen. En dan komt Helmond Sport op gelijke hoogte. Ze zijn allemaal te laat. En dan is het Helmond Sport gewoon op 1-1 in de koel. Dan is er nog van alles mogelijk. Meddy met zijn snelheid. Hier was Meddy. Mee is Kaars. Kaars, die bal is te hard. Net te hard voor Martijn Kaars. En dan is die kans eigenlijk verkeken. Kaars probeert het nog wel. Lyon. Meddy weer. En Helmond Sport brutaal daar in de koel. Meddy. Weer Kaars. Combinatie met Lorenzen. Kaars. Maar die bal komt niet echt voor. Klaassen werkt dan weg. En dan even lucht voor de ploeg van VVV. Als Helmond Sport de weg naar het doel lijkt te hebben gevonden. Met Meddy. Foutje achterin. Kaars gaat gemakkelijk liggen. Scheidsrechter Verijken zegt ook dat het geen strafschop is. En Van Keilegom krijgt hem er ook niet in. Kaars nog eens kijken. Maar die gaat veel te gemakkelijk liggen. De fopduik van hem zorgt niet voor de strafschop. Dan VVV.